de mensen van de scherming, welkom bij deze extra video op de dinsdag. Op de woensdag bedoel ik. We hebben het vandaag over onze nieuwe update die uit is. De service van die 24/7, die update komt weer een keer heruit. Met dan een hack client plugin erin dat er geen Forza OP meer is. Mensen die dat wouden doen, het spijt ons. Server dan niet 24/7. Maar we hebben de Heli plugin. Hij doet het. Guys, hij doet het. Officieel. Zo. De auto plugin, hij rijdt. En onze motorbike, ook al fiets of motorbike, hoe je het ook wilt noemen in Minecraft. We gaan het straks allemaal uitproberen. Onze wegen moeten er denk ik nog wel aan te pas komen. Deze kan dat weer niet. Onze yellow car kan het wel. Man, hou op met dat skill. Even serieus. Zo, onze auto kan hier wel op. De wegen zouden zo mogelijk aangepast worden dat er wel rijdend gaande is op de wegen. En voor de bikes moeten we wat verzinnen. Nou ja, of die brengen we eerst niet in game. Maar die update komt er nog. De heli. Je kan gewoon heel mooi op de helikopter. Dit is gewoon mooi. Je hebt gewoon een heel mooi uitzicht over Mytopia. Wajoe! Je zou maar genaaid worden en op shift klikken. Ja, dat kan hè. Mensen, onthoud dat. Je kan op shift klikken. Onthoud dat gewoon. Je klinkt een zwolle als ik, hè. Dit is gedaan door onze, nou ja, staflid Jordi, mijn co-owner. En dankzij Nino Jesse is dit ook gelukt. Daardoor krijgt Nino hier straks wel een plaatsje bij de belangrijke spelers. En ja, dit zijn al onze stafleden. Staf zit vol. Zoals u hier ziet. Hallo, welkom op de DG-server, bla bla bla. Nou, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 stafleden. 7 zelfs, dat is te veel. Ja, Brian heeft zelf nog geen goede skin, dat komt omdat hij zijn mailadres niet meer weet. Maar ja, dat is jammer voor hem. Ik ben heel blij dat de plugin werkt. Want nou kunnen we eindelijk vehicles gaan verkopen. Want ik weet ook hoe de packs werken voor dat. Ik ben in Zwolle als maar ja, Jordi bedankt. Nino bedankt. Kijkers bedankt. Jullie wouden deze plugin. Nou, Jordi en... Ik heb het tegen Jordi gezegd, tegen de plugin mensen. Ze konden het maar niet fixen, maar nou is hij er eindelijk voor 1.12. En ja, hoe dat komt moet je bij Jordi vragen. Als hij ooit een tutorial voor jullie wil maken over deze plugin. En over de Paxel, dat ga ik hem ook uitleggen hoe dat werkt, hoe je mensen zo'n ding kan geven. Maar ja mensen, dat was deze update video. Dat was een kleine, want ja, het is geen officiële video. Zo'n video die 10 minuten hoort te duren. Maar ja, dan vinden wij jullie later. Checken wij jullie later. Vergeet dus ook niet te abonneren voor meer voor dit soort video's op onze server. En dan checken wij jullie later. Laat gasten, meer likes betekent meer Mytopia video's van onze server. Later!